Ja, een wervelende straatshow natuurlijk. Met de chansons die schallen over de hele Dennenweg. Den Haag FM besteedt deze maand extra veel aandacht aan Iktoon. Tijdens dit evenement staan alle kunstvormen centraal en is er overal in de stad werk te zien van vrije tijdskunstenaars. Zo kan je vrijdag naar een optreden van de Haagse groep Tess et le Moutons tijdens de Shopping Night. Wij zijn een Franse chansonband en wij spelen dus alle klassiekers, alle chansonklassiekers van weleer, die spelen wij in een nieuw jasje. En waar en wanneer gaan jullie dan spelen? Nou, wij spelen dus aanstaande vrijdag op de Dennenweg en hier in Den Haag. En wij spelen voor de deur van Benjamin en Barton. Wat kunnen de mensen een beetje van jullie gaan verwachten vrijdag? Ja, een wervelende straatshow natuurlijk met de chansons die schallen over de hele Dennenweg. En ik hoop dat na die dag ook heel Den Haag chanson-minded zal zijn en ons niet zal vergeten. En ook af en toe hier een theetje komt drinken. Iktoon zet jullie extra in de schijnwerpers. Hoe belangrijk vind je zo'n actiemaand? Superbelangrijk. Er gebeurt echt zo ontzettend veel op het gebied van de kunsten. Niet alleen in Den Haag, maar natuurlijk in heel Nederland, over de hele wereld. En juist de mensen die iets moois maken, die moeten daar een podium voor krijgen. En dat is er natuurlijk niet altijd. Als je sowieso ontzettend veel professionals al vinden het al lastig om een podium te vinden. Laat staan de mensen die er niet 24/7 mee bezig zijn. Dus ik ben er heel blij mee. Tijdens de Shopping Night blijven de winkels in de binnenstad extra lang open. Ook kan je op veel plekken kortingen verwachten. Een feest voor shopaholics dus. Ik shop liever op de momenten dat het een beetje rustiger is. Maar als ik er mag spelen, dan doe ik het graag. En shoppen, dat doe ik voornamelijk heel erg graag als het lekker relaxed is.